Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Het is al een tijdje geleden, maar ja, mijn examens zijn bijna gedaan. Het is bijna zomervakantie en ja, ik heb best wel veel leuke dingen op de planning. Dus ik ga het vloggen terug oppakken. Ja, eerlijk gezegd had ik vorig weekend eigenlijk al een stukje gefilmd. Want ik ging iets super leuks doen. Zoals jullie misschien al kunnen zien, heb ik iets laten doen aan mijn haren. Of jullie hebben misschien op Instagram gezien, dat kan ook wel. Dus ik had daarvoor eigenlijk al een intro gefilmd. Maar ik was super ziek. Was echt niet normaal. Mijn ogen waren super rood. Ik was verkouden, hoesten. Ja, het was gewoon echt niet normaal. Maar die kappersafspraak stond wel al een tijdje op. Dus ik ben toch gegaan. Dus ik had vorig weekend eigenlijk al een stukje opgenomen als intro. Maar aangezien ik echt niet uitzag en ik dat nu eventjes aan het editen was, dacht ik ja, ik eventjes een nieuw stukje opnemen. Ik ga jullie wel nu nog een klein stukje laten zien van die beelden van vorige week. En dan ga ik jullie ook meteen de beelden laten zien van mijn kapperbezoek. Dat was eigenlijk mijn update. Ik ga jullie nog eventjes laten zien met de zon op mijn haren. Oh, ik zie er echt niet uit. Ik zie eruit als een spookje. Maar goed, zoals ik al zei, voel ik mij niet heel goed. Maar ik ben gisteren naar de dokter geweest en ik heb ook een medicatie nu. Maar dit is dus nu momenteel mijn haarkleur. En dan ga ik jullie meenemen als ik bij de kapper ben en hoe het er straks gaat uitzien. Dat de beelden van mijn kapperbezoek. Dus mijn haren zien er momenteel zo uit. Ik heb dus, zoals jullie zagen, meshen laten zetten. En ik heb dus nog nooit in mijn leven iets laten doen met mijn haren. Dus ik was echt wel super zenuwachtig. Maar uiteindelijk ben ik er echt heel erg blij mee. Sandy heeft dat echt heel mooi gedaan. En als jullie willen, zal ik de gegevens van haar kapperzaakje hier in de beschrijving zetten. Voor moesten jullie daar ook een afspraak willen maken. Maar het is echt een super lieve vrouw en ja, ze luistert echt heel goed naar wat je graag wilt met je haren. Dus zeker een aanrader. En dan wil ik jullie nu nog heel snel iets vertellen, want ik moet me heel hard gaan haasten. Ik moet eigenlijk de bus nog halen. Ik ga namelijk dit weekend een weekendje met Lisa naar Amsterdam. Ik ga nu straks nog even naar Genk, want er is zo'n hapfestival. Daar zal ik ook nog wel eventjes filmen. En dan blijf ik s'avonds bij Lisa slapen en morgenochtend vertrekken wij een weekendje naar Amsterdam. Daar ga ik jullie in meenemen. Ik heb momenteel mijn koffer hier klaarstaan. Hier mijn tas. En mijn blazer die ga ik nu snel aandoen. Dus ja, dan ga ik mij nu eventjes heel hard haasten, want binnen 5 minuten, oh, mijn veter is los. Binnen 5 minuten is mijn bus er. Want ja, ik kan niet met de auto gaan, aangezien dat mijn auto anders 3 dagen lang bij Lisa thuis staat. Even het raam toe doen. Dus, nog maar 4 minuten. Daarin ga ik jullie meenemen en dan gaan jullie de komende beelden mijn weekendje Amsterdam zien. Nu pas stelt mijn camera scherp. Wat gaan we doen, Lisa? McDonald's eten! Ja. We gingen eerst ergens iets eten. Toen gingen we koken. En toen waren we lui. En nu gaan we McDonald's. Moet ik dat adres hebben? Het adres van het hotel of van die parking? Nee, ik heb het van de parking. Goedemorgen allemaal. Het is nu... Oh, ik ben aan het knoeien op mijn fucking broek. Daar gaan we al. Ik ga even de deur open doen. 2:15 rijden. Moet ik uw dingetje ook al open doen voordat we ook gaan knoeien op jouw broek? Ja. Wacht, pak jij al deze dan? Ik zie net dat ik pen op mijn broek heb, dus het kan nog veel erger. Pen? Ah, kak. Oké. Derde poging. Goedemorgen allemaal. Wij gingen gisteren eigenlijk naar Hapfestival in Genk, maar dat stelde echt niks voor.
was ook een heel gek systeem, want je moest superveel bonnen betalen. En als je een drankje wou, dan moest je 2 bonnen extra geven. En dan als je glas terugbracht, kreeg je bonnen wel terug. Maar dan uiteindelijk zat je met je bonnen en je kon die niet inruilen voor geld terug te krijgen. Was heel gedoe. Dus uiteindelijk zijn we naar Westpunt geweest in Hasselt. En daarna zijn we naar de McDonald's geweest. En daarvan heb ik een beetje gefilmd, dat hebben jullie waarschijnlijk nu al gezien. Maar het is nu 7:40. We zijn iets later dan dat we normaal gingen vertrekken, maar we gaan nu vertrekken naar Amsterdam. Ja, ik ga mijn jas ook uitdoen. Het is warm genoeg in de auto. Dat is waar. Oké. Hoe gaan we het doen? Wacht, hè. Oké, dit is mijn blueberry muffin. Wij zijn naar de Starbucks geweest. Wij zijn ondertussen aangekomen in Amsterdam. Het was wel eventjes zoeken, aangezien dat we met de metro en zo moesten gaan. En we wisten niet hoe dat werkt, aangezien we dat alle twee nog nooit gedaan hebben. Maar nu op dit moment zijn wij in het Wondermuseum. En we zijn nu in de eerste kamer. Dus met beertjes. Ja, ik ga nog wat filmen dadelijk, maar het is echt wel leuk. Het is zo'n beetje Instagram museum. Dus daar ga ik jullie nu in meenemen. En Lisa is al de foto's aan het checken. Oh, maar dit gaat je heel slecht zien op de camera. Dat is wel vet. We zijn nu in een of ander Alice in Wonderland terechtgekomen. Eventjes meenemen. Dus, dit is het. Oh, dit is vet.
We zijn net bij het Wondermuseum geweest en we gaan nu roller skaten. En hier op de achtergrond kunt je het wel al zien. Maar aka benen breken vandaag. We zitten nu in de lift. Het regent buiten, het is echt kak weer, maar we gaan even douchen. En we gaan nu pas de kamer zien, dus dat ga ik jullie dadelijk ook even laten zien. En die vrouw zei net dat wij ontbijt hebben morgen vroeg. Hebben we helemaal niet voor betaald, dus we wisten van niks. Maar ja. Oké, we zijn nu op de kamer, dus ik ga jullie eventjes een rondleiding geven. Dus hier kwamen we binnen. Dan is hier onze badkamer. Wc'tje, douche en dan hier weer een spiegel. Ziet er wel gewoon proper uit, dus dat is in orde. Dan hebben we hier de tv. Ik weet niet of jullie dit goed kunnen zien. Uitzicht is niet zo speciaal, maar ja. Oh, of ja, eigenlijk wel. Kijk, rood veld. We kunnen nog gaan sporten, Lisa. Oké, dan hebben we hier het bed met twee grote kasten en blijkbaar zelf een strijkplank langs de zijkant. Bankjes. Lisa. Een haardroger. Is een goeie? Ja. Ah. Oké, ja, wel grote kasten. Dus, scherp stellen. Ja, die wil het niet. Oké, dus, het wil nog niet scherp stellen. Ja, oké. Voilà, dus dat is onze hotelkamer. Wij gaan ons nu douchen, omkleden en dan gaan wij weer de stad in. Zet dan nog op. Oké, we hebben ons gedoucht en klaargemaakt en we gaan nu snel eten. Maar ik ga stoppen met babbelen, want Lisa is aan het facetimen. Dat gaat wel goed komen. Waar waren we met ons verhaal? Dat we van kamer gewisseld zijn. Ja. Dus we hebben een nieuwe kamer gekregen. Eigenlijk precies dezelfde kamer, maar dan staat het bed gewoon aan de andere kant. En mijn broek is al zeiknat. En wij moeten nog gaan uiteten. Kijk, ik ben hier lopen. Oké, maar nu gaan we snel eten en we gaan ons haasten, want zoals je ziet worden we helemaal nat. Wij zijn nu momenteel bij het ontbijt. Oké, we zijn nu in de Zara en ik ga een beetje rustig praten. Ik weet niet of jullie me horen, maar anders wordt de hele Zara hier. Ik heb deze witte broek. Deze, maar die heb ik net al gepast als zo'n blazerjurkje. En dan deze jas, die ga ik sowieso kopen. En dan dit kleedje, ja. Die ga ik sowieso meenemen voor mijn vakantie in Griekenland. Want ik vind het echt prachtig. En ik heb ook nog ongeveer zoiets, een satijnen kleedje in het wit. Maar die is Lisa nu eventjes aan het passen.
Ik heb er wel een foto van gemaakt net, dus die kan ik misschien eventjes nu in beeld zetten. Maar die ben ik eventjes vergeten te filmen. Maar dit kleedje vind ik echt prachtig. Die ik wil meenemen. Oké, en dan heb ik deze blauwe broek aan. Maar ik vind dit niet leuk. Dat is zo'n, ja, bindsysteem. Maar ik vind de kleur wel heel leuk. Maar dus dit niet. Dus ik ga eventjes kijken voor een andere broek. Wel een blauwe en ook zo'n losse. Oké, zoals jullie zien ben ik terug thuis. Het is vandaag al woensdag ondertussen. Wij zijn maandag rond 4 uur, half 5 uit Amsterdam vertrokken terug richting huis. Of ja, richting Beelze, want ik ben nog met Lisa, Arthur en Jente 's avonds gaan eten. En dan ben ik bij Lisa blijven slapen, aangezien dat ik dinsdag les had. En dat was gewoon makkelijker. Dan kon ik met haar mee naar school en dan gewoon van school uit richting thuis. Dus ja, het is nu woensdag. Ik ga dadelijk vertrekken naar school. Ik ga even mijn jas al aandoen. Ik ga wel nog eventjes naar de winkel. Maar ik ga bij deze mijn vlog afsluiten. Want ik denk dat die wel lang genoeg geworden is. En dan ga ik weer een nieuwe weekvlog starten. En dan was dit dus het einde van mijn video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Ik heb in ieder geval een heel leuk weekendje gehad in Amsterdam. En ik ga zeker nog eens teruggaan. Als jullie het leuk vonden om te kijken, dan zou ik het heel tof vinden als jullie abonneren op mijn kanaal. Zo blijven jullie ook gratis op de hoogte van mijn komende video's. Er gaat nog heel veel leuks aankomen. Dus tot de volgende keer. Dag!